48 carnaval, volgende donderdag ligt de weer vroegste carnavalsverenigingen met de wet, de nationale feestdagen van Buitenlandbergen zijn weer vol in aandacht. In aandacht. En het is dan ook zeer verwonderlijk en zeer blij voor de eerste keer dat we het gezelschap van de oprechte leugenaar hier mogen ontvangen. Een drie kräftige laag op de Limburgse Vastenavond. En nou een keertje riep de dokter mij naar binnen. En na grondig onderzoek constateerde de dokter het heel ernstig. Groen zetten. Ik kwam er niet omheen drieën. De hups en de soa. Oh, en ik word enorm aangeslagen. En ik trok zo gaans bleken weg. Oh, dokter, zeg ik nog. Wat moet ik nu doen? En waarom zei de dokter met zijn uitgestreken gezicht? Ga ik nog heen, jong? En dan eet ze zich 2 liter pikante saus. 1 krop slaai. 20 ongeschilde wortelen in hete chilisaus. 10 pikante pepers. Daar heb je 10 okkernoten. 40 pindanuut. 1 doos ontbijtkranen. En drink papi nog minimaal 1 liter brommersap. Ah, oh, en ik word gaans gelukkig dat een dokter een middeltje houdt. Tegen de soa. Ik zeg, dokter, geef mij dat daar genezen? Zeker niet, zei de dokter. Dat zal ik wel duidelijk maken voor wat dat die popperke eigenlijk bedoeld is. Miauw, miauw. Dank u wel. Ik ben Colin Don, Jean Garnese, toeloplater en lijstleider. Maar ook een jurylid van toerisme voor Tomorrow Award. Ik ben een Eurotrip maken met als missie 25.000 toeristen voor Limburg. 25.000 toeristen voor Limburg, ook voor voeren. Maar dan moeten jullie wel Chinees praten, ja? Hebben al gehoven de hele dag mensen van de prachtige leugenaar en gaan nog woordjes oefenen. Ik ken er nog Chinees voor kont. Allemaal samen, Wang. Ja. Chinees voor skeet. Wang, schnee, wang, bang, is goed, ja. Voor abortus. Oh, je hebt het niet opgelet, hè, godverdomme. Pingpong weg, joh. Voor maandverband, wang, schnee, wang, kutbehang. Ja, voor de schoonmoeder. Ja, ik ken het allemaal. En voor de schoonvader? Bang. Voor de BH? Die hang is goed. Kijk af. Ja. En uitvinder van de pil? Bang van jong. En nog als laatste Chinees. Voor wc-papier? Wang Shi Wang Bang. William, ik denk dat het zeker een geweldige keel is om hier een nieuwe burgemeester te zien en vanuit hier terug te komen op mijn geluid en moesten we eens opvangen. Want ik had ook de echte burgemeester. Hoe is hij eigenlijk de echte burgemeester? Ik ben een woordzoeker, dus ik ben compleet verrast. Ik moet nog eens even weer kadden, hè? Ja, ik weet het niet. Ik heb alleen gehoord dat ik niet goed voel en dat ik krank hoor. Ja, maar ik wacht op dat voor me nog niet zien. Ik denk dat het ook het zoeken. Ik heb u willen vertellen dat de burgemeester zag van Wissel. Ik ben toch met een bepaalde leeftijd terechtgekomen. Ben gewoon stoppen. Dan wil ik het hier overgeven aan William. Nee, zo niet zo voor. Ja, ik huur dat, maar je voelde vertellen. Maar zo niet zo voor. Ik weet niet wat de burgemeester is. Is jammer dat hij niet hier is? Ik zeg dat van Stijn is jammer dat hij niet hier is. Maar vergeet toen toch even over tot de proclamatie van de oprechte leugenaar 2016. En hij is oprechte leugenaar! Beste leugenaar allemaal. Het is niet in de allerbeste conditie dat je staat, want als je zo zaken dat ik graag ben, dat is hoor. Ik ben letterlijk op de wet geboren. En vroeger geen donderdag om 6 uur 's morgens
zult je met alle burgemeesters van Limburg en met onze gouverneur in gebruikelijke zaak om 6:00 in een crisisvergadering u vervoeren. En ook de burgemeester van As, Milke Actie aanwezig, stond hier in Binnenburg. Apotheker in bijberoep. Die houdt zelfs niet toe dat ik toe krank word. Maar dan had de hele week geen medicatie geleverd. Overdag zijn machine, dat zevert een medicamenten volk in de dienst. Dat kent ook niet. Feit is, dames en heren, dat ik die dag aankondigde aan mijn vrienden burgemeesters dat ik op 31 januari, 2 dagen geleden, de dag van mijn 14e verjaardag is burgemeester, nog 2-wereldkampioenschap veldrijden zou komen. Om de triomf der Vlamingen mee te maken. De triomf kwam met ik wel geen aanzet op. Je hoopt de dag dat u het klinger verplicht kregen, dat ook gewoon. Een andere klingermoment van die dag, dames en heren, waar mijn gepland afscheid is burgemeester William. Kijk, ik hou vandaag om 23:00, 59 minuten en 49 seconden, na 15 jaar te stoppen als burgemeester. Ik voel eigenlijk met een beetje een air dat ik genoeg gepresteerd heb. En zeker, ik word geïnspireerd ook door Miel Kraaks, wat ik vertelde, kijk, ik ben 64 jaar, ja Miel, ik ga 64 dit jaar. Maar ik stop nou deze legislatuur, zegt Miel Kraaks. Ik denk, wat de apotheker kent, dat ken ik ook. Want de is nog niet zo lang als ik burgemeester. Maar dames en heren, de opvolging staat klaar en voor mij wat dat dus een zekerheid. Tot ik aan mijn collega's burgemeesters en aan de gouverneur een onwaarschijnlijk met toch woer verhaal vertelde. Van de vurige wierken, get wat ik metgemaakt had. Hoe ik zoet ik u heb moeten zwijgen hier in voeren. Hoe ik zelfs een scherpe college burgerprost heb. Zodat ze zagen, oh, dat kind niet hier zien op een of andere rijen. En ik kon eens zeggen, het vindt me heel, heel zoer omdat hij heus goed te liggen. Want het is eigenlijk een dolk in mijn hart. Voeren zo vanavond eind 2016 een statuut krijgen hoe het gedurende 20 jaar en een bijzondere financiële steun zou krijgen van de provinciale staten Limburg, van Oost-provincie Limburg en ook nog van de beide vorstenhuizen. Bij ons in België zou dat gewoon moeten liggen fondsen van Prins Laurent. Maar wat had er eigenlijk vuur gesteld? Ik geef toe dat ik heel gedeprimeerd word. Ook al jacht mee een heel diep betaalde rolvuur bedeeld. Voor ons statuut jacht verwezen al een Turkje wie Monaco. Met zijn casinos. Of San Marino. Moet Holland zelfs tegen kind winnen, is voetbalblok. Is een beetje van dit allemaal. Daar ligt Hasselt, daar ligt Maastricht, daar hebben we de Maas aan de ene kant op de loop en aan de kant Boever en Boer. En hier ligt Voeren, een apart stukje. Stel ik er William Nies aan, en ik heb dat op Evans al gehuurd, hij is voorlopige burgemeester. En die foto zal op één hoezo verplicht op de plaats tegen een kruis hangen.